Je weet dat je voor een zeer moeilijke opdracht staat. Het is toch een top thuisploeg, KV Mechelen. En ik vind wel dat we zeer goed gestart waren in de wedstrijd met een aantal kansen. En een terecht doelpunt. En zij komen ook terecht terug, denk ik. De eerste helft was een juiste weergave, 1-1. De tweede helft starten zij furieus, hadden we het zeer moeilijk. Heeft onze keeper ons door een paar moeilijke standjes heen geholpen. Maar langzaam maar zeker konden we wat meer evenwicht brengen en toch gevaarlijk blijven op de counter. En als je dan in plaats van 1, waar ik heel gelukkig mee zou zijn, met 3 punten naar huis gaat, ja, dat is fantastisch. We begonnen sterk aan de wedstrijd. We vonden vrij snel de vrije man tussen de lijnen en we kunnen ook vrij snel scoren. Daarna komt Mechelen toch wel zeer goed in de wedstrijd, met een aantal goede kansen. Dan gaan we met de 1-1 rusten. In de tweede helft zet Mechelen druk vooruit. En kunnen we toch nog scoren in de laatste minuten. Dus een zeer belangrijke overwinning. Ja, want toen Mechelen begon te drukken in de tweede helft, had ik zoiets van, ai, als dat maar niet fout afloopt. Ja, inderdaad. Ze zetten zware druk vooruit. Ze kregen een aantal heel goede kansen. Maar ja, dan was het gewoon de noodzaak om een goede organisatie neer te zetten en die tegengoal niet te krijgen. En zoals je ziet, op het einde van de wedstrijd maken we zelf nog die goal. Mede dankzij misschien wel een flater van de keeper, maar dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Het blijft spannend onderin. Je ziet, Moeskroen had gisteren ook gewonnen. Dus zat ook druk op ons. En gelukkig hebben we dat goed afgehandeld vandaag. Maar we moeten gewoon nog steeds scherp blijven, geconcentreerd op de volgende matje. Want woensdag komt weer een belangrijke grote wedstrijd eraan. Ook wel belangrijk, terug weer 3 punten boven Moeskroen eindigen vandaag. Hè? Ja, maar goed, tellen moet je, het heeft geen zin. Op dit moment moet je naar jezelf kijken en zorgen dat je dat gemiddelde van, ja, het is nu zelfs iets meer dan 1 punt per wedstrijd. Als je dat aanhoudt, dan heb je op het einde punten genoeg. Je zal het zien, dat is altijd zo geweest en dit jaar ook. Ik denk dat we de eerste kwartier, 10 minuten zo, speelden wij goed. Balbezit speelden wij goed en toen kreeg ik de bal op rechts en met een beetje dreiging en goed opzij gelegd op Rommens en die het fantastisch afmaakt. Einde van de eerste helft, tweede helft, ging Mechelen echt heel veel pushen. Maar ik denk dat wij gewoon echt hard hebben gevochten voor elkaar om toch niks meer weg te geven. Deze week nog 2 belangrijke wedstrijden dan, hè? Ja, inderdaad. Het zijn nu nog Anderlecht en dan volgt Waasland-Beveren. We sluiten nu ook aan bij de ploegen zoals Waasland-Beveren, Sint-Truiden. Dat zijn belangrijke wedstrijden die eraan komen en proberen daar toch nog punten tegen te pakken. We moeten wedstrijd per wedstrijd bekijken nu. Vandaag was de eerste heel belangrijk en woensdag komt de volgende heel belangrijke. En ik denk dat we de resultaat van vandaag plus de prestatie moeten meenemen naar woensdag en daar moeten we verder op bouwen. Het zijn nog 8 matchen en om nu al te rekenen of te kijken naar andere ploegen mogen we niet doen, moeten we ook niet doen en gaan we ook niet doen. We moeten het zelf doen. En daarom dat we ook vandaag hebben laten zien dat we niet onder de indruk waren van dat Moeskroen punten gepakt heeft. Maar dat we zelf wisten van kijk, wij moeten het doen. En niemand anders zal het voor ons doen. En we hebben ervoor gevochten en we hebben het over de streep kunnen trekken vandaag.